aftrapbijeenkomst voor Ik Ben Aan de Bal. We hebben vandaag de aftrapbijeenkomst voor onze campagne Ik Ben Aan de Bal. En dat gaat over langer, gezond en met plezier aan het werk zijn. En vandaag hebben we echt een heel leuk programma met allerlei workshops voor al onze medewerkers. Over bewegen, gezond, plezier. Nou, van allerlei dingen die we daarom doen. En vanochtend is onze wethouder daarbij om het af te trappen. Maar ook Henny Ardèche, die bij FC Twente heeft gespeeld. En die geeft eigenlijk aan als goed voorbeeld van nou, wat kan je nou doen om lang fit te blijven. Zijn jullie klaar voor? Gaan we! Nou, we zijn er super enthousiast over, omdat het gewoon leuk is om te bewegen. En dat het belangrijk is om ook als bedrijf de verantwoordelijkheid te nemen, in dit geval de DZW hier, de verantwoordelijkheid te nemen, ook voor de medewerkers en het mogelijk te maken dat ze kunnen bewegen. En bewegen wordt nog wel eens verward met sporten. Mensen denken dat je dan altijd vol, hè, elke dag moet gaan trainen en dat soort dingen. Dat is het niet. Het zit vaak in hele kleine dingen. Overdag even een stukje wandelen in de pauze, op je fiets naar het werk toe. Allemaal dat soort zaken, dat zit er ook in. En bewegen is gewoon ook erg leuk. Wat mij betreft wordt Enschede absoluut de gezondste stad van Nederland. We zijn een jarig sportstad van Nederland ook geweest. Dus wat dat betreft zeg maar, is dat een mooi doel om dat ook weer te halen. En te beginnen vandaag hier bij de DZW. Ik heb dat dus uit eigen ervaring meegemaakt. Dat als je na 16 jaar lang topsport bedrijft, elke dag traint. En als je dan stopt uiteindelijk, qua leeftijd omdat het niet anders kan. Dan moet je dus blijven bewegen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb nadat ik met topvoetbal gestopt ben, ben ik doorgegaan met op lager niveau te voetballen. Tot mijn 71ste. Daarnaast speelde ik twee keer in de week tennis. En ik ben ook begonnen met golfen op een gegeven moment. Kortom, ik heb geleerd, en je lichaam vraagt er dan ook om, gewoon in beweging te blijven. En dat houdt je fit. Ook tot de latere leeftijd, zullen we zeggen.